Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Het is vandaag kerst, tenminste dit wordt geüpload op kerst. Dat is in ieder geval het idee van dit project. Zowel vandaag op eerste kerstdag als morgen op tweede kerstdag. Dus dan weet jij dat ook, Nan, dat had ik nog niet tegen jou gezegd. Mooi, mooi. We gaan iets leuks doen en ik heb het een paar keer nu op YouTube gezien en ik vond het heel interessant. Ik geef je trouwens nog even één tip mee voordat ik het ga uitleggen, voordat we begonnen zijn. Ja. Open even een kladblok, dat je wat dingen kan... Dat is misschien handig, ja. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dus ik dacht van ja, laat ik hem eerlijk zeggen. Want anders heb ik daar misschien een klein voorsprongetje in. Nee, maar ik wilde misschien ook nog wel even wat openen ervoor. Ja. We wouden het eerst dat we elkaars beeld konden zien. Dat wil niet helemaal lukken. Dus vandaar dat we allebei een andere ROM gebruiken. Anders hadden we misschien dezelfde ROM kunnen gebruiken. Dus RNG zit ook wel in het verhaal, maar het is gewoon leuk. De bedoeling is... We moeten eigenlijk al wie als eerste de game uitspeelt door Gym 1 te verslaan en dan zo voort. Dus 1, 2, 3 tot en met 8. In die volgorde, dus je kan niet Gym 3 al verslaan terwijl je Gym 1 en 2 nog niet hebt gedaan. We doen ook de Elite 4 in volgorde, toch? Ja, ja, dus Sydney, Phoebe, Glacia en Drake en als laatste Wallace. Ja. Dus dat is in ieder geval de bedoeling. Degene wie Wallace als eerste heeft verslagen, die heeft gewonnen. We kunnen de game speed-uppen. Maar de grootste trick is dat elke deur waar je ingaat, zeg maar, gewoon een random plaats in de hele game gaat geven. Als het goed is, hebben ze er zo voor gezorgd dat softlocken niet kan. Dus dat alles, dat het altijd mogelijk is. Oké, okay, dat is mooi. Alleen, dat was in de eerste versies, was dat niet zo, toch? Nee, klopt. Volgens mij hebben ze daar wel wat dingen naartoe. Volgens mij kan je altijd en overal, als je fly hebt, zeg maar, overal fly gebruiken. En je kan overal teleport gebruiken. Mooi. Als het goed is, moeten we gewoon overal terecht kunnen komen. Dus ik ben heel erg benieuwd. De vorige die ik heb gezien, hebben er iets meer dan 2 uur over gedaan met speed-up. Ik hoop dat wij dat ook ongeveer redden, dat we dan wel een keer klaar zijn. We gaan het in ieder geval zien. Ik denk binnen anderhalf uur. dat zou helemaal mooi zijn. In ieder geval, ik denk dat ik ga aftellen. Ben je er klaar voor? Ja, kom maar op. 3, 2, 1, start. Let's go. Let's go. Het is de enige race waar we echt speedknop mogen gebruiken. Ja, echt hè, dat is zo fijn. Oh, dat is zo lang geleden. Dat is, ja, precies. Dat is echt lekker. Dat speelt echt even fijn. Oh. Mm-hmm. En we maken gelijk de menu's wat sneller. Zo, hoppakee. Oh, dat is heel slim. Oh mijn god. Kijk, dat is het eerste waar ik aan denk. Ja, slim. Gewoon die paar secondjes dat het even tijd redt, weet je wel. Oké, nou, we gaan beginnen. Geen Pokémon. Oké, wat is dit? Dit is nog hetzelfde. Nou ja, volgens mij moet je eerst je Pokémon hebben, als ik het goed heb. Oké, nou ja, dat is zo gefixt. Gewoon weer lekker... ik check even het lab even voor de zekerheid. Ja, het lab is nog hetzelfde. Ja. Dus inderdaad, je moet je Ik denk dat ze, Little Root gewoon hebben overgeslagen, omdat je anders niet kan beginnen, zeg maar. Ah, dan heb je tenminste nog een resource. Ja, precies. Kijk, dat is nog eens slim. Oké, en dan... Kunnen we gaan? Ik heb de mutkip. Oké, ik heb voor de Torchic gekozen. Oké, goed. Eerste entrance. Mount Pyre. Lilycove. Kijk. Hier hebben we niks aan. Magma Hideout. Oké, nou ja, dan gaan we vanaf nu verder. Jezus. Het is wel lastig om dan te kijken waar is gym 1, waar is gym... Ja, precies. En je zal vaak whiten, zoals het bij mij gebeurde net. Ja, dat geloof ik ook wel. Oké, dit is de tunnel. De geheime tunnel. De echte geheime tunnel. Dit is, dit is gewoon van Naval Rock, let's go. Oké, Pacific Lock. Oh, kijk, we krijgen al wat... Fortree, oké. Kijk, dat is... De Pokémon League! Oh ja, wacht, daar heb je niet zoveel aan. Nee. Never mind. Maar, nou, trouwens, is niet meer waar. Wel gewoon een heal center. Dat is ook wel fijn op een gegeven moment, dat je weet waar je kan healen. Denk ik ook wel. Dan ben je nog altijd safe.
Ik denk voornamelijk je stress eerst zo snel mogelijk die pokeballs fixen. Goede pokeballs. Mm-hmm. En dan, oh, ik heb al een gym gevonden. Wat? Nee, hoezo heb je alweer een gym gevonden? Kijken, maar dat is wel later. Ik had, hoe heet hij? Maxi gevonden bij Groudon. Oh, echt? Betekent dat dat je hem dan kan vangen trouwens, als je met hem praat? Geen idee, ik heb in ieder geval een center ook gevonden. Oh, ik moet nu tegen hem vechten, oeps. Ja, dat is instant wipe. Lekker def warpen. Roxanne! Oh shit, nu zit ik vast. Ik heb geen pokeballs, hè? Nope. Ik moet tegen Ghost Pokémon. Oh, rip. Oh, ik kan nog wegrennen, oké. Nee, ik ben gewaaid. En ik begin in Petterburg. Dat was hem toch? Fuck, wat was het? Wat was het nou? Was het hier? Jezus, wat kom je heel veel in Mount Pyre bij mij. Ja, oké. Ik weet... nice. Victory Road. Oh, dat is wel nice om te weten. Wat is dit? Nee. Oh, fuck it, ik moet het even opschrijven. Ah, kut. Ah, fuck, nice. Ik moet even ergens ballen zien te fixen. Want... Oké, ik heb Hupplepup gevonden. Ik heb al een Elite 4 gevonden. Wat? Ik heb alleen de eerste gym gevonden, maar de eerste gym is wel nice op zich. Ik heb al zoveel Pokémon Centers gevonden, dat is niet normaal. Nou, dan kan je in ieder geval hier. Wie is dit? Nice, Sydney. Oh, dan heb je ook al... ik kan alleen niet weg, dus ik moet wipen. Nee, je moet vechten, ja. Oké. En dan kom ik weer hier. Nou ja, dat is niet erg. Oh, je moet... Ah, fuck. Je moet eerst die guide hebben gehad van hoe je Pokémon's moet vangen, anders kan je niet weg. Oké. Weer. Oh, maar ik kan hier op de route gewoon lopen. En dan kan ik weer teruglopen. En pokeballs fixen. Dat is ook wel belangrijk. Ja, zeker als je straks bij Rayquaza komt of zo. Ja, die masterball die heb je wel nodig. Denk ik. Oké, ik kan gelukkig nog terug. Hey, een markt, nice. Oh, dit is een noobmarkt. Alleen maar potions. Zie. Oeps. Deze al geprobeerd. Oh ja, deze heb ik nog niet geprobeerd. Nevelrot. Hey, ik heb echt de pokeballen nodig. Echt hoor. ik kan niet echt een plaatje vinden ervoor. Wat heb je nog? Reggie Rock. Oeh, die is wel nice. Ik deed het ook weer. Oh ja, volgens mij. Ik heb Flash, maar daar heb ik niet zo veel aan. Dat is een beetje rock. Oké, nice. Verdorie. Van Aqua. Ik heb Malphil gevonden. Oeh, nice. Mos Deep. Kijk, ik moet echt. Oké, Evergrande. Evergrande City. Je moet inderdaad gewoon even pokeballs hebben. Troetroe. Oké. Ik kan jullie toch niet verslaan met een level 5 Torchic? Gewoon heel hard. Oh, ik heb Island Cave gevonden. En dan kom ik weer in Nevelrok en dan kom ik weer in de Aquaide. Oh, Jezus. Nee. Het loopt helemaal. Oh! Mew! Maar nu moet ik zeker een... Mew is wel heel goed. Een Pokémon Center vinden. Waarom komt... Of een... Waarom komt alles op Nevelrok uiteindelijk uit? Domme. Oh ja, wacht, daar kan ik niet meer in. Ah, ik moet weer wipen. Gewoon dat stuk om die pokeballen te krijgen is zo lastig. Om echt te starten, zeg maar. Ja. Ik heb Drake gevonden. Oké, nice. Ik
Ik heb wel een trainer gevonden die ik kan verslaan, dus dat is wel nice. Cool. Misschien is dat wel de play. Gewoon eventjes een paar levels omhoog. Ja. Nou ja, ik denk niet dat ik genoeg geld heb zometeen om überhaupt... Nee, ik heb ook geen geld meer. Ik ben te vaak dood gegaan. Ja, nou ja, items oppakken en dan... Wally. Ja, dat heb ik niet. Oké, wat is dit? Weer abandoned ship. Ik kom wel echt heel veel stukken tegen waar ik gewoon vast zit. Van, RIP. Oké. In ieder geval heb ik geld. Dit is nog steeds standaard. Trouwens, zit hier niet een markt? Oh, maar het is alleen maar... Oh, trouwens, dat is ook een... Hey, een pokeball, dat is nice. Dat heb ik, heb ik andere dingen ook zien doen, maar dan moet je heel eventjes zeggen of je daarmee eens bent. Dat je mag safe staten. Ja, dat vind ik niet zo erg. Op zich. Als je denkt van, ik moet hier safe staten, want anders kom ik... anders weet ja, hoe heet het, als ik hier... Als je bijvoorbeeld voor Rayquaza staat en je hebt maar 3 pokeballs, weet ik veel. Dat je eens gaat safe staten en dan elke keer gaat proberen met die 3 pokeballs, zeg maar. Ja hoor, dat vind ik geen... Ik moet even alleen de knopjes vinden voor shit. Ik ook, dat weet ik ook niet. Dan moet ik ook, als ik het wil gebruiken, even gaan kijken. Oké, en dan komen we weer hier. Zit er niet nog een huisje? Dit was een Pokémon Center, ja. Ik ken die strats niet, verdorie. Oké. Als ik nou heel rustig hier ga... Oh, die kan je niet verslaan. Fucking hell. Ah, poep. Ik kan me gewoon zien van daar. Elixir, oké. Die kan niet lang. Oh, fuck. Dat maakt me nou maar dood. Je moet gewoon doodgaan. Dan, ja. Wacht, heeft die Wally, die Rolls, die heeft toch waarschijnlijk geen confusion? Durf ik niet te zeggen. Als ik nou gewoon... Confusion. Ja, ik moet eigenlijk gewoon even naar een plek waar ik kan trainen, zeg maar. Of in ieder geval waar ik pokeballs kan krijgen. Dus eigenlijk moet je terug naar het begin. Eigenlijk had ik daar eventjes eerst wat trainers moeten verslaan voordat ik door zou gaan, denk ik. True. Dewfort, oké. Dit biedt weer mogelijkheden, dat is fijn. Oeh, er is een item in de vending chip. Een escape rope, die kan best wel van pas komen. Kijk, dan kun je gelijk even ontsnappen. Niet. Dat meen je niet. Hij heeft een masterball gevonden. Nee, maar wel Rayquaza. Oh, easy win. Oh, hij is eerst weggevlogen. Oh ja, dan moet je eerst... Je moet eerst naar Soutopolis dan. Maar dit is echt nice, want ik weet nu waar ik Rayquaza kan krijgen. Dat ga ik even opschrijven. Wat is dit? De Move Tutor. Een revive. Daar heb ik niet zo heel veel aan. Kijk. Granite Cave. Nou ja, misschien kan ik wel levelen hier. Als hij gewoon blijft missen. Oh my god, echt nog één hit had hij nodig. Zet. Oh, en dan wipe hij. Kijk, dit is denk ik een Pokeball. Oh, kijk, Judo, het is wel een goede. Oké, level 7. Een escape rope. Ik heb gym 1 gevonden. Ja, die had ik ook, maar ja, ik kan hem niet verslaan. Nou ja, misschien dat ik genoeg red. Ik heb mezelf nu genaaid. Ah, deze ga ik dan niet verslaan, dat ik dood. Ja, nice. Nee, dat is wel handig, want het is heel makkelijk te doen. Kijk. Ik moet gewoon niet doodgaan. Als ik al mijn muts snap. Wel de strength, ja. Ja, true. Als ik gewoon al mijn mutslap pp heb, dan... En hij moet gewoon missen. Oké, dat is een level 10 verslagen op instant level 9.
Nice. Oh, dit was helemaal niet slim, Milan. Ik merk dat ik te impulsief ben, zeg maar. Te impulsief? Ja, dat ik te snel verder loop. Terwijl als ik even nadenk, weet je wel, dan... Even rustig. Ja. Ja, ik snap. Oké. Gelijk. Weer een Pokémon Center. Die Nosepass bijna. Nee. Oh, dit is lastig. Volgens mij zijn die wild encounters niet iets makkelijker. Gelijk patch 1 halen. Slim. Ja. Nou ja, met Mudkip kan je zo makkelijk die gym halen. Dus. Je moet alleen mazzel hebben met Roxanne niet crit. Oké, dat is gym 1. Patch 1 is binnen. En Rockton is binnen. Nou ja, niet dat het heel veel uitmaakt. Oké. Mijn Granite Cave kan ik niks meer. Goed, dan gaan we door. Kijk, waar kom ik hier ook? Oh ja, Aqua Hideout. Dan komen we hier. En nu moet ik een healing set vinden. Oh wacht, je kan echt dood makkelijk healen. Gewoon naar die Battle Tower-achtig iets. Hoppa. En dan kunnen we weer geheeld worden. Oké. En dan kunnen we gelijk naar die... Oh, dan kunnen we Wally misschien verslaan. Kijk. Watergun. Ja. Oh. Ja. Wordt net gered. Met 5 AP. Kijk wat die gym is. Meteor Falls. Ik moet eigenlijk even dood. Wobbuffet, maak me gewoon dood, jongen. Hè? Gewoon even doodmaken, trouwens. Ah, hij deed self-destruct. Kut, you dude. Oké. Okay. Item, weer een escape rope. Ik heb eindelijk een markt gevonden. Hier kan je bacon normaal vangen. Vijf great balls. Oh jee. Oké. Hoe kan je heel makkelijk een save state zetten? Ik ben gesoftlocked, denk ik. Oh ja? Ja. Ik zweer het. Damn, bro. Oh, well, misschien dat er een trainer is. Wacht, dan niet. Want dan kan ik doodgaan. Dan ben ik niet Ja, er is een trainer. En als die mij killt... Oké. Ik ben niet gesoftlocked. Gelukkig. Maar alleen maar omdat een trainer mij kan killen, anders was ik wel gesoft. Dat zou wel heel pijnlijk zijn. Ja. Oh, hier ligt er trouwens ook een item, Max Repel. Oh, dan moet ik hier weer heel eventjes checken hoe ik ook weer moest lopen. Ah, kijk, ik ben weer een dude, ik kon ook gewoon die item kopen in Shooter Polis. Oh nee. Vergeet ik weer, dit is Route 120. Oké. Okay. Ah, maar die Kecleon zit ervoor. Ik ben nu gesoflocked. Want ik heb geen serp. En ik... Nee, escape rope werkt niet. Oké, okay, gelukkig heb ik hem gesaved state. Slim. Kijk, lood. Die... Heb ik nou net over mijn eigen save state ge... Maat, gesaved? Ik moet nu beginnen. Yeah. Oh, zo dom. Denk ik, oh lood, dat is gewoon shift 1. Nee, dat is dan juist je save state zetten. Godverdomme. Oh, dat kan ook alleen mij overkomen. Gewoon mijn geheugen weer als een goudvis. Nou, gaan we weer het hele begin doen. Want ja, ik kan niet anders. Oh, dit is echt zo dom. Nou ja, in ieder geval weet ik waar ik wel en niet naartoe moet. Ik heb Fortree, daar heeft denk ik elke deurtje waar je in kan, een Pokémon Center. Oh my god. Oeh, ik ben weer in het begin, dan kan ik even trainen.
En dan kan ik mee ook verslaan. Dat is wel even slim, want dan kan ik, krijg ik XP. Kijk, en daar heb je wel wat aan. Ja. En ik moet weer gym 1 opnieuw gaan doen. Oké, goed. Let's go. Dan moet ik hem eerst weer gym 1 gaan vinden. Het was in ieder geval bij een granite cave. Trouwens, ik kan een potion pakken bij deze kerel. Oh, kut, zooi. Ik zit te denken, eigenlijk is meeverslaan best wel slim, want dan kan je gelijk door. Dan word je niet meer gelokt. Kijk, op level 8. En natuurlijk geeft hij je pokeballs, dat is ook wel handig. Oh ja! Hey, fucking slim. Misschien ga ik Mew dan proberen te vangen. Oeh, goeie. Catch rate weet je onderhand wel, toch? Van de Mew. Ja. Ja, dat is waar. Kijk hem aan, Pyre. Ja, ik wil die Shuppet niet vangen. Dan heb ik niet zoveel aan. Dit zuigt. Zo. Oké, even shift 1. Shift 1 of was shift F1 ook goed. Weet ik in ieder geval welke safe state heb. Navel Rock. Poke Center. Poke Center. Poke Center. Ja. Route 11. Oh ja, dat wist ik. Oh fuck, shit, dat wist ik al. Dat is dom. Ik ga van de ene ga ik naar de andere. Kijk. Ga ik dit? Oh ja, nou, hij stuurt je weer terug. Kijk. Wat is dit? Aqua Hideout. Granite Cave. Victory Road. Oké. Shift F1. Nee, ik kan beter gewoon klikken. Zo. Oké. Glacia. Hoe zat het ook weer? Pokeballetje. Hoeveel Elite 4 trainers heb je tot nu toe? 2. Ik ook. Oeh, daar staan we wel gelijk in. Maar jij hebt al een badge. Nee, want ik moest weer helemaal opnieuw. Ik had, ik had een save state gezet ergens. En toen had ik weer, toen ik gesoftblokken was, had ik over mijn save state gesaved. Rip. Dus kon ik weer opnieuw beginnen. En ik ben nu in de Victory Road, probeer ik wat te vangen. Maar ja, ik heb alleen maar pokeballs, dus misschien is het niet zo heel handig. Oh, ik ben gewaaid en dan kom ik in 4-3. Nou, ik kan wel even heel snel checken wat dit is. Fairy Path. Aqua Hideout. Wat is dit? Weather Institute? Oh, weer Mountfire. Oké, F1. Dude. Ik weet dat de catch rate laag is, maar kom op. Kom op, ga die bal in. Echt, om gewoon even een sterke Pokémon bij je te hebben. Kijk, center. Oh. Museum. Daar heb ik niet zoveel aan. Seafloor Cavern. Daar heb ik ook niet zoveel aan. Hoe werkt die Mew, jongen? Ik snap het niet. Je moet hem vinden in het gras. Ja, maar hij loopt ook een keer weg. Dan moet je met hem praten. Oh, je moet met hem praten. Oh. Oké. Een Zubat. Nee, een Zubat is het niet waard. Oké. Ik moet even wat nieuwe dingen krijgen. Kijken. Oh. Ik vind het wel mooi dat al die level 40 Pokémon gewoon naar je luisteren als je ze vangt. Ja. Dat is wel echt heel goud.
Oké, Respero. Ja, ik vind dat ik te veel moeite doe hier voor die Mew. Check pass. Ja, dan is weet het niet nog, waar. Weet ik nog waar die Regirock is? Oh nee, ben ik hier weer. HMO 6. Is dat een Rock Smash? Hier is de Regirock. Ik heb Gym 8 gevonden. Trouwens, ik heb wel genoteerd waar Leverage is, maar daar heb ik helemaal niks aan. Ik heb Gym 7 gevonden. Mm-hmm. Just Borrow Links. Er zitten gewoon twee gyms in één stad. Ja, bij mij zitten er twee Elite 4 members in één stad. Cool. Ik heb Sydney gevonden. Wauw. Oké, okay, voor mijn gevoel loop je wel een beetje voor. Nee, want ik heb nog geen badge. waar zit die? Pokémart. Maar er zitten gewoon drie belangrijke dingen zitten in één stad. Vet, man. En nu moet ik doodgaan. Oké, en dan zitten we weer in Fortree. Oh, wacht. Ik kan wel deze pakken. Wat is het vervolg? Fieripef, even checken. Skypillar. Maar daar heb ik niks aan, want het is gelokt. Department store. Ik heb Earthquake, nice. Wauw. Maar ik ga weer dood. Oh, maar dat zit gewoon daar. Het is wel leuk dat ik Earthquake heb, maar ik heb er niet zoveel aan. Oké, dit leidt gewoon naar elkaar. Ja, kom op de route. Oh my god. Een beetje underleveled voor die Machop. Kijk, nu heb ik Watergun. Oké, nu moet ik alleen nog mijn Gen 1 weer zien te vinden. Ik zit weer in Fortree, verdomme. Hier zo. En dan de route af. Hier is een guy met die Fortree-store. Kijk, wat is het idee? Wat is de flower shop? Seaforn Cavern. Bos is Weather Institute, maar daar heb ik ook niet zoveel aan. Oh, dat is de Victory Road, wel. Maar daar kan ik niet omdat ik de goggles niet heb, natuurlijk. Nope. Wat was die gym ook weer? Oh ja, Granite Cave. Oeh. Kut. Abra. Shift F1. Save. Zo. F1. Ah, come on. What the fuck ga je in die bal, vriend? Hemmers. Oké, ik heb Abra, dus dat betekent dat ik een teleporter heb. Wauw. Oké, dat is nice. Kijk, Center was naar de museum. En dan kom ik weer... Oh, ben ik weer in de Aqua Hideout. Die teleporter ga ik niet in. Oké. Ik heb ook Mew gevonden. Veel plezier met hem catchen. Ja. Ik heb hem gevonden. Oké. Shift F1. Pokeball. 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 F1.
Wat een kutcatcher heeft het in. Ja. Kom op, ik heb er 4. Oh, wacht, ik kan nog naar Abra switchen. Ja, ik heb hem! Ja! Wat een onzin. Maar hoe heb je hem geëncounterd, zeg maar? Ik ben naar hem toe gelopen en gewoon met hem gepraat. Ja, hij loopt in het gras en je moet hem gewoon volgen en dan praat je met hem en dan... Dan kan hij je ding geven. Oké, en dan teleport. Naar Pacific Lock, oké. Hé, ik heb hem ook. Mew! Alleen, ja, ik heb hem natuurlijk niet gesaved. Nee, dit is wel handig. Dat was wel dom. Kijk, center. Hier heb ik niks aan. Trouwens, ik was wel hier in Pacific Lock geweest. Dat kan ik even slaan. Ja, ik heb de poken af. Nu kan ik 2 miljoen keer worden gebeld. Jee, leuk. Welke cave is dit nou weer? Marine cave? Kaboom. Voor wat is marine... Oh. Ik kan Kyogre vangen. Wauw. Maar ik heb maar 2 ballen, dus... Oh fuck, ik ben zo fucking dom. Nu moet ik weer die Mew gaan vangen. Oh yeah. Nee. Ik druk op F1. Ik denk, oh, dat is save state. Nee, dat is het laden van je save state, mogol. Godverdomme. Oeps. Oh, dit kan echt niet. Die save states zijn echt niks voor mij. Nee. Ik denk, oh, lekker makkelijk. Rip. Maar ik denk wel dat ik wat andere ballen nodig heb voor die Kyogre. Oh, ik heb hem wel weer gevangen. Oké. Nou, ik heb Mew weer. Dat doen we even shift F1. En dan weten we zeker dat we niet meer die shit in hebben. Oké, en dan gaan we naar Pacific Lock weer. En dan... Moet ik even... Oké, zit ik in Lily Cove. Ik moet zo'n shop vinden. Trouwens, ik kan Gym 1 weer even snel doen. Ik weet toch wel waar die zit. Nou, ik weet dus ook waar die zit. Alleen ik dus weet niet meer hoe dat ik daar kom. Oh shit. Ja, dat is wel minder. Ah, het is een specifieke stad. Dus uiteindelijk zijn er meerdere ingangen naar die stad natuurlijk. Mhm. Ja, op een gegeven moment kom je er wel. Mm-hmm. Oké. Ik moet wel even die Mudkip weer gaan trainen, want anders kan ik Roxanne niet aan. De Game Corner. Oh, leuk! Kan je kopen! Pokeballen kopen. Ja. Oké, dit was dus niet een ideale plek om te zijn. Oh, fuck ja. Oké, en dan heb ik weer geld. En dan moet ik alleen nog maar Roxanne verslaan. Roxanne, goede chick. Is wel een goede docent. Hey, instant surf, what the fuck? Nice. Nu ben ik op een hele andere plek, dat is wel heel nice. Ik hoop niet dat het dezelfde plek is als waar ik gesoftlokken was. Oké, nou, nee. Gym 1 is binnen. Oh, what the fuck. Dat was naast 4-3 en dan kwam ik uit die cave, gesurfd. Oh. Was ik op het land gegaan, want ik dacht, oh, ik kan gewoon door het gras heen lopen. En dan was ik vergeten dat Kecleon daar staat. Lol, nu sta ik voor de Pokémon League. Gezellig. Okay. Begin van Mount Pyre. Oké, ik heb de shop weer gevonden. Oh, mooi, dan kan ik... Ik dacht even dat ik bij de plek van de Master Ball was, maar nee. Sad. Kijk, die potion kan ik wel verkopen. Gelijk greepballen kopen. 8. Prima. Weather Institute. Dan gaan we weer die Kyogre proberen. Dan hebben we in ieder geval iets wat niet snel gewiped wordt. Fuck, dit is het verkeerde huisje. Dan krijg ik weer de poken af. Rip. Naar buiten. Marine cave. Nice.
Oh, niet nice, bedenk ik me nu. Heel sad. Oké, en dan shift F1 en voor de zekerheid save en D. Oké, goed. Die fuck-up gaan we niet meer maken. Jezus, het one-shot mijn hele team. Oké, F1. Even kijken waar ik op. Maat, raak gewoon shear-cold. What the fuck? Nice. Die 30%, wat is dit nou weer? Maar hij one-shot Mew ook. Hè? Huh? Hij one-shot Mew met Hydro Pump. Oh, wow. Maar ja, hij is ook echt 40 levels boven Mew. Mew. Hey, Mart. Oké, dit is een goede Mart. Oh, hij slaapt. Ah, jammer. Ah. Volledig catch rate vangen is heel lastig. Yep. Oké, okay, F1. Ik ga even 20 Great Balls kopen, oké. Okay. Ik doe het gewoon lekker met 8. Oh, hij shaked echt 3 keer volgens mij. Oh, hij slaat. Good. Nu ben ik wel denk ik softlocked. Oh mijn god, hij shaked weer 3 keer. Wacht, ik kan nog steeds van deze bitch proberen te verliezen, maar dan moet ik... Nee, want ik heb alleen maar attack moves. Ah, weer. Kom op. Ga je die bal. Oh, ik heb Sentatec nog aan mezelf gegeven. Maakt mezelf ook iets moeilijker, maar omdat hij nu bijna niet meer kan raken. Bro, het klopt toch dat Shirkold maar 30% kan raken? Ja. Yeah. Hoe de fuck kan je ook er gewoon 2 keer achter elkaar Shirkold raken? Nee, magische poeder. Echt, wat is dit nou weer? Oké, jij gaat nu rest doen, toch? Lekker, oké. Okay. Oh, no. Ja, resten die. In peace. Ja, ik krijg steeds, als hij dat doet, dan krijg ik 3 shakes, maar dan popt hij er gewoon uit. Maar ik weet dat hij gewoon erin kan blijven zitten. Kom op. Catch rate is laag, klopt, maar... Kom op. Zo laag. Kom op, die Mew die is er ook op een gegeven moment gewoon ingegaan in 1 keer, full health. Dan kan, hey, kan je ook Phoebe! Phoebe? Ja, dat is de, ook een Elite 4. Oh ja, oh die. Oh, dan heb je die ook al. Nice. Oh, come on. 3 shakes weer. Nu moet ik mezelf alleen wel weer wijten door. Phoebe. Yep. Come on. Weer. Oké, okay, doe dan rest. Oh no. Oh. Oh no. Ah. Oh no. Weer Shirkold. Oh no, 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 no. Hebben ze soms Shirkold flink gebufft? What the fuck? Nee, man. Nee, dit is gewoon een normale Emerald Rom. Ja, what the fuck dan? Rek gewoon 20 keer. Oké, ik doe wel weet ik veel metronoom. En dan Mega Punch. En dan heb ik wat damage. En dan gewoon 0 kans dat hij erin gaat. Op een gegeven moment moet ik wel gaan zeggen dat ik ga doorgaan. Dan wipe ik mezelf aan bij de KO'er. En dan kom ik gewoon terug als ik een masterball heb. Oh, het zou zo fijn zijn als ik hem nu vang. Snap ik. Oh. Pokeball. 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 Ja! Ja! Nee. Ja! Wat een bullshit. Save
game. Ja! Level 70 Kyogre, let's go. Oké. Kan dat ding Hyper Earthquake leren? Zeker niet. Hij kan Earthquake leren, let's go. Fuck rest. Ah, en nu gewoon alles sweepen. Dan kan ik gewoon overal doorheen komen. Even kijken. Misschien als ik hem kan. Kom. Oh. Pokénef tutorial. Het is de Pokénef tutorial. Yes. Eventjes lekker Pokéneffen. Dit is weer Nevelrock. En dan kom ik weer in Lilycove. Gewoon een heel rondje heb ik gemaakt. Nice. Even kijken. Ik kom even hier doorheen. Hoppa. Hoppa. Ik kan alles one-shotten. Geweldig dit. Holy crap. Maar hij ging ook in mijn laatste pokeball, hè. Dat is echt ongelofelijk dit. Ah, oh, guys, ga niet weg. Van Aqua. Doe maar even dit. Oké, dit is positief. Volgens mij is hier de eerste gym. Ja, oké. Hij heeft hem gevonden. Oh, je kan niet naar binnen bij die safari zone omdat je de pokeblok blender niet hebt. Dat klopt, ja. Nou, echt wel onzin. Oké, kan ik anders teleport? Met Abra? Oké, ik heb de eerste badge. Lekker, man. Ja, ik heb nog helemaal voor de rest geen gym gevonden. Wat is dit? Oh, de healing center. En dan heb je dit, wat nutteloos is. Oh. Dan moet je weer even... wat is dit? Ik kan trouwens die markt nu in, omdat ik mee kan makkelijk kan verslaan. Sheer cold. Ah, jammer. Ik heb bijna de hele team gewiped met Sheer cold. Oké, goed. En dan gaat ze weg. En abandoned ship. Ice Beam. Nice. Die kan mooi op de Kyogre. Cirkel de weg. Hoppa. Oké, nou, dan gaan we nu verder met de locaties. Oeh, nu kan ik ook links. Deze trainer kon ik niet verslaan. Oh, ben ik nou weer belangrijk. Nice! Wie heb jij gevonden? Heel nice. Ik heb niemand gevonden, alleen ik ben nu een Zootopolis. En ik heb de cutscene geactiveerd. Dus mocht ik nu nog bij dingen komen, bij Rayquaza. Dan kan ik hem vangen. Nice. En dan kan ik alles, nou, wipen wil ik niet zeggen, maar ik kan wel een heel eind komen. Gewoon alles one-shotten op. Oh, ik moet wat inzetten. Wat kip. Ice beam. Wat slip of zo. Een eeuwigheid wachten. Oh, hij gaat al dood. Never mind. Oké, ice beam pound. Evolutie. Oké, wat is hier? Route 104. Een pokeball. En dan ben ik weer in... hoe heet die stad? Battleburg. Ah, fuck. Daar zit ik weer gelokt. Rip. Ah, zo dom. En dan moet ik mezelf laten doodgaan door Phoebe. Oké. Dus ik moet alleen maar even... mijn move spammen. Gelukkig kom ik bij Phoebe en niet bij iemand anders, want dan was het een beetje een probleem geweest. Doofert! Lekker! Gewoon een worm. Kijk, wat is dit? Dan kom ik weer in Petalburg. Oh, ik kan van Petalburg kan ik naar Doofert. Oké, ik heb de ingang van de Elite 4 gevonden. Heb ik niet zo heel veel aan. Maar... nee, ja, die kwam ik inderdaad ook tegen. Daar heb je inderdaad helaas niet zo heel veel aan. Die potions of zo kopen en een revive. Okay. Goed, wat is dit?
Mirage Tower. Ja man, ik ga de Helix Fossil ophalen. Oh ja, dat kan niet, want ik heb geen fiets. Oké, ander huisje. Magma Hideout. Laatste huisje. De andere kant van Leverage. Ik moet die twee gyms zien te vinden. Kut. Ik ga nu niet meer surfen. Dit is niet de play. Kom. Nou, dit was ook niet de play. Oh, daar zitten we weer. Oh, ja, ja. Mosty. Wat is dit? Victory Rood. Wat is dit? Ah, de Healing Center van Leverage. Oh, dat is hier. Een huisje. Is ik nou weer in... Oh ja, wacht, de ingang is hier. Ik wil wel zeggen. Weer Granite Cave. Multiplier. Shadow Ball. Goud. Gewoon alle goede DM's vinden, hoppa. Ja. Paar huisjes hier zo. Sky Pillar. Als in dat eerste stuk. Dit is weer de aankomst. Ja, daar kan je niet naar binnen. En daar elke keer span ik daar, zeg maar. Ik ga me hier heel even safe staten voor de zekerheid. Dan zit ik daar vast. En nu kan ik daar ook niet meer gekild worden. Dus dan wordt het wel een probleem. Ah, oh, kut. Ja, dit is wel, wel handig inderdaad. Ik zag heel eventjes die plek in de verte waar je de masterball kan pakken, weet je wel. Oeh, ja, die dacht zie van, ik ook. Kon ik daar maar zijn. Kon ik daar maar zijn, dacht ik. Ja, op zich heb ik hem niet heel erg nodig, maar het zou wel... Oh, ik heb Skypillar gevonden. De Quasar is weg, oké. Oh, nee. Hoppa. Je moet dan die andere locatie van Skypillar dan vinden om hem te kunnen vangen, toch? Nee, je moet eerst in Zootopolis moet je, zeg maar, die cutscene triggeren. En daarna gaat Rayquaza weer terug naar Skypillar. Zeg. Oh, en dan kan je hem vangen. Ja. Okay. Oh, dan heb ik alleen maar een masterball nodig en dan heb ik twee legendaries. Ja, vandaar dat ik die masterball nu ook wil, omdat ik weet waar Rayquaza zit. Had je al die... Oh, je had die cutscene ook al geactiveerd? Ja. Nevelbrok. Oh, ik heb Lugia gevonden. Hé, hey, maar dat betekent niet dat ik hem ga vangen, want dan ben ik weer een half uur met pokeballen aan het gooien. Sky Pillar. De strandtent. Kijk, er moet toch wel ergens die gym 2 zijn. Reggie Rock, denk ik. Ja, Desert Ruins is Reggie Rock. Al die legendaries zitten in Slateport. Ik heb Brawly nog niet gevonden. Niet? Nee, jij wel dan? Nee, ik ook niet. Ik dacht misschien... wel, jij wel. Ja, ik dacht dat jij hem juist nog al had. Ah, fuck, Arena Trap. Nee, ik kom de hele tijd in of een Mirage Tower of ik kom bij een Legendary terecht. Er zijn echt zoveel punten voor die Magma Hideout. En Aqua Hideout. Klopt. Kijk. Oh, dan loop ik weer daarin. Ja, die gaan nog niet weg. Ik heb al gedaan. Hier kom ik net vandaan, volgens mij. Ja. Wat is dit? Die boot kan ook wel veel opleveren, hoor. Ja? Ja, er zijn heel veel deurtjes in die boot. Oh, abandoned ship bedoel je? Ah ja, ja, klopt. Daar kom ik ook echt heel vaak. Kijk, die weg. Kijk, die battle hup. Weer mag. Oh, uit. Alweer Phoebe van de andere kant. Wauw. Lekker, man. Oh, lol, Evergrande City. Ah,
Gezellig. Ze moeten alleen eventjes die kamers voor die Elite 4 zo maken dat je er gewoon doorheen kan lopen. Ik denk dat dat nog wel een goede update of upgrade zou kunnen zijn. Mm-hmm. Even kijken, dan kom ik in de markt. En dan kom ik bij de gym. Je kan een fiets halen, nice. Sterk. Ik wil met speedknop lopen doen. Nou, die gasten die gaan nog niet weg. Die heb ik al gecheckt. Die heb ik ook gecheckt. Oké, naar beneden. Strandtentje. Victory Road. Oh, en dan kom ik weer helemaal bij het begin. Rip. Nou ja, boeien. Dan heb ik weer een short. Een semi-shortcut. One shot dat ding. Double battle. Ja, en dan... Okay. En dan komen we weer in die hideout. Ik zie een van ons nu nog wel een shiny tegenkomen eigenlijk. Zou best wel eens kunnen, hè? Ja. Daar zat ik ook wel over na te denken. Dan komen we toch wel in die buurt van die range. Ik kom toch zoveel Pokémon's tegen. Maar ik denk dat het ook net zo makkelijk is om dan per ongeluk op run te drukken. Dat je zo snel mogelijk weer door wil. Dan kom ik weer hier. Dan kom ik weer hier. Dan kom ik in die cave van Reggie. Van een Reggie. Wat was dit? Volgens mij ben ik hier nog niet. Oeh, Rare Candy. Nice. En een Everstone. Die ik weer kan verkopen. Ik zit nu echt in zo'n kut loop, weet je wel. Van je loopt in die en dan denk je, oh, daar ben ik al geweest. Ja. Ja, ik zit nu ook de hele tijd te kijken, hoor. Die markt. Victory Road. Ik ben bang dat een van die locaties waar ik naartoe moet, is bijvoorbeeld de gym, dat het achter Victory Road zit. Ja, precies. Leem, kan ik niet een dubbel battle met één Pokémon doen? Waar de fuck is dit? Flash had ik toch niks gehad. Ik wilde zeggen, ik heb geen flash opgepakt terwijl ik dat wel kon, maar daar heb ik niks aan, want ik heb de gym nog niet gehad. Oh, laddertje, oké. Weer Mountpire. Dan heb ik wel weer gelijk twee gangetjes waar ik in kan. Oké. Weer Sky Pillar. Oeh, en dan bij het begin. Devil Rock, Granite Cave. Dan kom ik bij de andere kant van Sydney. Rip. Nou, ik heb ook twee keer een Elite 4 member gevonden. Liza en Tate. Oeh, goeie. Hoe ga ik hier dood? Heb ik nog items die ik kan gebruiken? Ik kan een Pokéball gooien. Gaat hij voor Sand Attack? Nou ja, dan kan ik maar beter dubbel edge doen. Perfect. Hé, Slateport. Oh, wacht, die ben ik wel een keer geweest, zeker. Ik dacht van, die ben ik nog niet geweest. Nog niet in alles. Wow, yo, deze is gewoon goed gerandomized. What the fuck? Wat? Nou, dat was wat er hoorde te zijn. Die haven in Slateport was gewoon ook echt de haven, zeg maar. Nice. Dat is wel goed. Oh, dan kom ik weer in Seaford. Hé, hier ben ik nog niet geweest. Geef me Brawly, dan word ik toch blij. Geef me Brawly, dan word ik een blij ei. Een blij ei? Ja. De echte blij ei. Ik
zit nu te denken, wacht, ik heb strength nodig om die kant op te gaan. Shit, ja. Fuck. Wacht, heb ik een escape rope? Nee, wacht, ik heb teleport natuurlijk. Waarom gebruikte ik geen teleport in Elite 4? What the fuck is mis met mij? Dat weet ik niet. Dat kon ik heel makkelijk doen. Even al die trainers uit de weg. Ga weg. Ik wil gewoon door kunnen lopen. Een diveball. Oeh, dan moet je Marine Cave vinden. Dan easy Kyogre catch. Oh, tuurlijk, easy. Hey, ik ving hem in een Pokémon. Dus een diveball heeft meer kans om hem te vangen. Kijk, weer die Mountpire. Ik weet zeker dat er wel een van die locaties zoiets heeft. Ah, oh, donder op maat. Magma Hideout begin, ja, daar heb ik dus helemaal niks aan. En dan kunnen we weer helemaal terug. Die Battleburg Gym moet ik niet ingaan. Dat is Phoebe. Dan komen we weer Victory Road. Vampire, oh, dan kunnen we die andere kant checken. Oh, hij deed fucking whirlwind. Ja, level 72, yes. Die was een MVP. Ja. Oh, weer center. Kom maar vielen. Ik heb Wallace gevonden. Wauw. Okay. Die heb ik nog helemaal nog niet gezien. Ik moet alleen even doodgaan nu. Kijken, switch naar Mew. Double Edge. Als ik gewoon Double Edge ben, dan kill ik mezelf vanaf hier. Kijk, perfect. En dan. Hop. Ja, en dan Mudkip nog. Oké. Ah, oh, fuck, dan ben ik weer. Kut, dan ben ik. Ben ik helemaal in. Hoe heet het stadje ook weer? Mosdiep? Vraagteken. Ja, Save the Gym stad. Ja, die. Ja. Fuck. Moet ik weer even op terug. Mm. Al mijn rivaal, de Wobbuffet. Yeah. Met Destiny Bond. Godsamme. Het zal weer eens een keertje niet een move hebben die irritant is. Earthquake, dan maar. Oké, nou. Hier ben ik nog niet geweest. Sky Pillar. Ah, kut. Nee, ben ik weer in Meteor Falls. Terug. Ah, dan ben ik weer hier. Waar kan ik naartoe? Weer een mosdiep. Nou, ik heb geen keuze. Waar is dit? Oh, dit is. Oh, deze is easy win. Even checken wat dit is. Pokémon Center. Route 116. Oké. Okay. Nou ja, er was nog een huisje waar ik in kon gaan. Ah, daar zit ik vast. Lekker, man. Nou, dan gaan we weer terug. Ik moet weer in die Further Turf zien te komen. Er was één huisje hier. Dan kon ik naar Further Turf. Kijk, welke was dat ook weer? Er was ook ergens een huisje waar ik naar Duwvoort kan. Die ben ik nu aan het zoeken. Ja, die weet ik ook al niet meer. Mm-hmm. Maar er was toch niks voor mij daar.
was dit dan? Victory Road. Nou, ik heb hier het eerste trappetje nog niet gehad. Beuken we even Wallace in elkaar. Hé, hey, Magneton. En dan Roselia. Oh yeah. Hopelijk hebben jullie een fijne kerst. Echt hoor. Verdient iedereen wel. Gast, ik ga lekker niks doen. De eerste avond is het met familie en de tweede is lekker alleen. Oké. Lekker niks doen. Dat is wel gauw. Jij nog familie over de vloer of ga je naar familie? Ja, wordt het. Ik heb wel mijn dagen gewoon vol gepland, maar ik vind dat wel gezellig. Nice. Het is ook niet per se de hele dag of zo, dus ik heb ook gewoon. Ik kan genoeg doen als ik er zin heb. Leverage, zitten weer Meteor Falls. Trouwens, ik kan. Want hier kom ik op die route 112. Dan kan ik dat healing huisje even checken. Ik wil surf heel graag hebben. Dan hoef ik niet meer de hele tijd te rekenen op de accuracy van Hydroplane. Snap ik. Hideout. Dinges. Make my hideout. Oké. Nou, dan moeten we gewoon de route door, denk ik. Dan komen we weer in een stadje waar we nog niet zijn geweest. Fallibur. Oh, misschien zit het daar wel. Daar zit ook wel redelijk wat huisjes. Ik ben echt heel blij met die Kyogre. Holy crap. Weet je, mijn shiny luck is niet zo heel hoog. Maar mijn catch luck is best wel hoog. Oh my god. Nou, dat is in dit format wel handiger hoor. Dat je catching luck wat hoger is. Ja, maar echt. Ik had verwacht dat ik wel echt een half uur daar zou zijn met het vangen van die Kyogre. Sky Pillar. Waar kom ik dan aan de andere kant uit? Seafloor Cavern. En dan het surfstukje. Met die puzzel. Nou, daar heb ik niks aan. Volgende. De Bike Shop. Lekker. Mag ik van jou de wachtbike? Wat is dit? Een nevelhoek. Mount Chimney. Oké, Vandenturf. Oké, Vandenturf. Hoe kom ik naar Duelvoort? Oh ja, hier was deze gym. Oeh, de cutscene van Kyogre, Groudon en Rayquaza. Dat is niet positief. Hey, Drake! Hoe ga ik dit ooit onthouden? Ik heb de locatie van de Masterball. Heb de Masterball! Maar ik weet niet meer waar Rayquaza zit. Oh, wacht, dan kom ik hier en dan kom ik hier. Oké. Dit is dus de ene helft van Superpolis. En de turf en dan. Komt dat ook weer hier? Oké. Oké, en ik weet dat links, dat is voor Wallace. Oké, dat is Victory Road. Ga weg. Nou, Drake, kill me alsjeblieft. En doe het snel. Battlebrook, fit, herenblad. En dan ga je naar Mount Fire. Oh, dat is wel zuur. Nee. Ben ik weer in de Elite 4. Maar gelukkig werkt teleport. Fuck. Oké, ik moet dat huisje niet meer ingaan. Oh, hier ben ik.
Oké, wat is dit? De Move Deleter. Het laatste huisje is een markt. Oké, dan gaan we weer in. Dan moet ik alleen nog de weten wat de gym doet. In de Superpolis. Aqua Hideout. Yes, Further Turf! Oké. Kijk, dit is Magma Hideout. Volgens mij had ik dit huisje gezien. Ja, dat is gewoon... Oh, dat was de... Hoe heet het? De... dinges. Ik heb Klesia gevonden. Ja, dus ja, ik heb de Elite 4 allemaal gevonden. Alleen Wallace dan, de champion nog niet. Verdant Turf. Ah, lekker. Kan ik nu weer naar Verdant Turf dan warpen? Of werkt dat niet zo? Nee, ik moet weer naar Zootopolis. Oké. Nou, dan gaan we weer terug. En het was deze, dacht ik. Ja, inderdaad. En dan was het de center. Oké, dan heb ik de hele Elite 4, net zoals Milan. Battle Burk Woods. Magmaida aan de andere kant. Ja. Wat een kut, zo zeg. We hebben allebei nog geen Doofert gezien, of wel? Nee, ja, ik heb Doofert wel gezien. Maar de gym? Ja, de gym helemaal niet, nee. Nee, ik ook niet. Maar ik kan me ook niet meer herinneren hoe ik ook weer in Doofert elke keer kwam. En welk huisje. Echt dat alles, weet ik ook niet meer. Alles probeer ik. Oh. Even kijken, wat is dit? Battleburg. Weer een Victory Road. Ik vind die Victory Road vind ik wel vervelend. Oh fuck, het was een ledge. Maar hier heb ik nog niet iedereen gedaan. Wel beter dat ik had geheeld. Heb ik strength voor nodig? Ik denk dat ik blij mag zijn dat ik die Abra heb gevangen. Die kan me wel heel hard gaan helpen in dit soort stukjes. Gewoon... Oh, fuck. Ja, oké. Okay. Wel in een plek waar ik nog niet eerder ben geweest. Ja? Oh, nice. Kom op. Ben alsjeblieft een goede. Een item. Oh, wacht. Er is hier nog een trappetje. Ja, er is hier nog een trappetje. Hé, hey, onder water. Nice. Ah, daar ben ik ook al geweest. Was het is het dat met het gras? Of is het... ja, met het gras. Oh, ik had dat diepe gedeelte gevonden. Maar ja, daar heb ik ook niet zoveel aan. Oh, nee, ultrabal. Ik ben weer gelokt. Dus ik moet weer teleport gaan gebruiken. En dan komt er weer Felipper. Ik moet weer naar Hup gaan. Ja, voor de turf. Deze nog niet gecheckt. Oh, dat is de mystery guy. Die geeft me een rare candy. Lekker, man. Die kan ik niet. Stop ignoring me. Oh, ik kan alle rewards krijgen van hem. Doorheen en weer te gaan. Oké. Dus ik heb de timerball, hearthstone, rare candy. Ik weet niet meer, geeft hij iets speciaals? Smokeball. TM12. Hé. Doofert is weer gevonden. Nice. Een magneet. Maar die mag ik weer terug. Hoeveel van die rewards heb je wel niet? Yes, PP Max. Echt wel. Ja. Which do you prefer in the end? Oké, en nu wegwezen. Dan cave. Abandoned ship. Dan kom ik weer magma hideout. Kut trainer. Ga weg. Oké, wat is dit?
Cave of Origin. Evergrande City. Magma Hideout bij Groudon. Die hoef ik niet. Al wel, dan kan ik wel gelijk naar de andere kant. Oké, en dan die. Dag, Maxie. Oké, en dan kijken wat de andere kant is. Zo, dit ziet er zo bekend uit. Hoe zat hier eeuwenlang? Fuck, ja. Dinsdag en zondag. Precies. Kan leren. Oké, en dan kom ik weer. Oh, nog meer deuren. Oh, en nu heb ik het verpest. Oké. En nu kom ik weer hier, kom ik weer hier. Oh, dat is gewoon een rondje, letterlijk. Oké. Maak gewoon letterlijk een rondje. Maar dan kan ik wel al die deurtjes in de abandoned ship checken. Dat is wel nice. Ik heb het gevoel dat daar die gym in zit. In een van die deurtjes. Kijken. Nee. Wie weet. Ja. Kijk, Magma Hideout weer. Wat is dit? Nee, die gaan we niet checken. We kunnen er boven nog. Ik krijg wel echt zo het gevoel dat ik eigenlijk rebels moet gaan kopen. Ik kom er te ja, heb je er veel last van? Ja, ik kom. Oh, ik heb Ho-Oh gevonden. Nice. Ik heb alle legendaries zo'n beetje al gevonden. Volgens mij mis ik alleen nog Registeel. En Deoxys? En Deoxys, ja. Maar Regice, die kwam ik ook al ergens tegen. Ja, ik kan wel nog een legendary gaan vangen, maar daar heb ik niet zo aan. We komen al heel dicht bij het anderhalf uur. Ja, nou, ik ben er bang voor dat we dat niet gaan redden, die anderhalf uur. Nee, dat wordt hem niet meer, helaas. Ik ben de hele tijd aan het proberen Rayquaza te vangen, maar... Hij gaat er niet in. Nee. Wil je mijn masterbal lenen? Nee, dat zou makkelijk zijn, ja. Mag wel, hoor. Ik heb toch wel een Kyogre. Oh, hier heb ik de bike voor nodig. Ik heb hem! See! Nice. En ik zit weer vast bij Glacia. Dus ik heb de andere ingang voor Glacia gevonden. En dan kom ik nu in Rispero. Nu is het echt even belangrijk dat ik... ...dat ik het ding eens vind. De tweede gym. En voor die gym vinden. Ja, nu kan je toch alles one-shotten. Ja, dat is echt lekker. Ik ken dat gevoel. Kijk, wat is dit? Pacific Block. Wat was dit? Leverage. Oh, helemaal voor dit? Niks die Fiery Path afgelopen. Chimney. Vampire. Oh, hier was die Reggie Steel of Ice. Volgens mij heb ik ze nu al allemaal gezien. Kijk, wat is dit? Resturf Tunnel. Ja, dat loopt vast. Oeh, ik kan strength fixen. Vanaf deze kant. Oh nee, wacht, die moet letterlijk Rock Smash ervoor gebruiken om te kijken. Of geeft hij hem? Nee, hè? Nee, je moet hem gebruiken. F. Rip. Het was ook wel handig geweest. Ja, dit loopt ook vast. Oké, dan hier. Daar staan die magma grunts voor. Kijk, wat is dit? Victory Road. En natuurlijk is het weer... Oh, het is zo donker als de pest. Jee, leuk. Ik heb psychic. Op zich is het positief als je iets donkers tegenkomt, want dat betekent dat je bij Brawley's Gym bent. Ja, dat is wel een... als je dat tegenkomt, dat is wel heel mooi. Ik moet teleport gebruiken, denk ik. En dan komt er weer een Whisper. Wat was dit? Oh ja, dat was Gym 7.
Nee, ik wil niet met je vechten. Ga weg. Ah, fuck. Dan moet ik die dubbel battle doen. Maar klaar. Ga weg. Kijk, kom ik hier langs? Oh, maar er is helemaal geen entrance. Of iets. Dan kan ik hier gewoon doorheen skippen. Nietje mag ik nog niet doen. Oeh, wacht. Dit is... Oh mijn god. Je hebt hem gevonden. Nee. Maar Rayquaza kan fly, hè? Oh. Ik moet hem vangen. Ik moet hier Rayquaza gaan vinden. Oh, moet ik weer... Oh, wacht. Dat oh, nee, nee. Dan moet je de zesde badge voor. Oh gaan, ja, dat is... Dit. Ja. Vergat ik ook alweer. Wat was die gym ook alweer? Battlebird healing. Oh. Nee, ik zit bij mij te kijken. Want ik zit... Oh ja, dat was niks. Dat was meteor falls of wat dan. Fuck, ben ik in Drake gelopen? Rip. God damn, ik loop de hele tijd in die gyms. Dat is niet de bedoeling. Pokémarkt. Dan moet ik tegen de trainer. Ik moet weer in... Hoezo is de Safari Zone niet random? Niet? Nee. Ik kon er niet eens door, want ik had de Pokéblocks niet. Oh ja, nee ja, ik kwam niet in dat... Ik kon dat huisje niet in, omdat je dan waarschijnlijk ook iets gedaan moet hebben, zeg maar, in-game. Oh. Kut, dan ben ik weer bij Battleburg. Wacht, ik heb die kant... Oh ja, die kant van de woods kan ik niet doen, want ik moet eerst Gym 5 zien te vinden. Hier ben ik al geweest. Komt u hier. Oh, ik vind deze stukken zo verschrikkelijk. Ik kan niet wachten tot ik flash heb. Ik ga het gelijk aan iemand leren. Want dit is echt verschrikkelijk. Weather Institute, daar hebben we niks aan. Oeh, die kan ik wel doen als ik ergens kan healen. Maar waar kan ik healen? Zitten we weer in Check the pass. Kan ik niks. Oh ja, die moet ik niet nemen. Deze. Ah. Wat is deze? Trouwens, dat is links. Ah. Hier ben je in Lilycove. Ik wou dat ik die toevert al had gevonden. Wacht, zit er hier. Dit is ook gerandomized. Oké, nice. Die heb ik nog niet gecheckt. Wat? In de contesthal in Lilycove. Als je naar binnen gaat. Ja. Daar zitten ook nog twee ingangen. En, oh. Ja, dat weet ik. Eén van die twee ingangen is... even kijken wat ik dan nou. Tate en Liza bij mij. Oh, echt? Nice. Yeah. Dus je hebt ook op Gym 7 gewonnen. Oké. Okay. Ja, alleen Gym 2 maar niet. Kijk wat is links. Victory Road. Godsamme weer. En het is weer zo donker. Dit hadden ze best wel uit de cake kunnen halen. Mm-hmm. Fuck. Oké. Okay. Waylord is weg. Ik heb denk ik bijna alle trainers op Victory Road al gedaan. Nice. Hier heb ik Surf voor nodig. Ga weg. Oh fuck, ik ben van de ledge afgegaan. Oh, misschien is dat eigenlijk wel goed. Dan kan ik weer. Zal die vast wel een ladder zijn. Ja, PKO'er. Abandoned ship en heb ik surf nodig. Lekker. Oké. Okay. Wat is hier? Heb ik ook surf voor nodig. Ook lekker. Ja, dat betekent dus een teleport naar Rustboro. En dan kan ik weer ergens gaan zoeken. Wacht, links.
Fitness Pro links onderin. Oké, die moet ik niet pakken. Dat is weer in de gym. Heb ik deze al gecheckt? Oh ja, dit is Hideout. Oh ja, de Firepark was het niet. Ah, dan ben ik weer in Fortree. Ah, nice. Een bed. En ik kan de trap op voor een andere. Ik wil een counter zeggen, maar het is gewoon een nieuwe locatie. Fuck, meen je weer sea floor cover. En dan yeah. Die strength puzzel. Wat is dit ook alweer? Mampire. Volgens mij ben ik hier nog niet naar links geweest. Earthquake. Weer wat inzetten. Gewoon mijn partner Pokémon gaat steeds dood omdat ik Earthquake doe. Yep. Yep. Nou, het is wel de snelste manier. Oké, nou, daar zijn we doorheen. Item oppakken. Een center. Zoete polis alweer. Oké. Dan kom ik weer in leverage. Wacht, kan ik nu in die cave? Even checken. Staat die man? Ah, die man die staat er. Fuck off. Echt, hè? Ja, ze staan er allemaal voor. Gewoon op de locaties die we willen gaan checken. Kijk, de Pokémarkt heb ik hier nog. Ah, nee, ik wilde niet de Pokémarkt ingaan. Oh, dit is waar ik gesoftlock was. Ja, ik kan ook niet verder. Rappel. Ik bedoel, teleport. Battleburg. Ah, meen je niet? Moet ik weer helemaal die kant op gaan? Nee, verdomme. Oh. Rip.